Dit kan niet zonder gevolgen blijven. Dit moet heel zwaar worden bestraft. Dit kan echt niet. Een vraag van de heer Baudet. Dank u wel, voorzitter. Enige tijd geleden werd de wereld opgeschrikt door het bombarderen, het stuk maken van de Nord Stream pijplijn. En destijds werd natuurlijk van alle kanten, zoals we dat steeds zien, naar Rusland gewezen. En wij waren de enige partij die zeiden, wacht eventjes, misschien ligt het wel anders. Want Rusland heeft daar helemaal geen belang bij. Kan ook gewoon zelf die pijplijn dichtdraaien als ze dat willen. Dus waarom zouden ze dat helemaal ingewikkeld gaan bombarderen? Het is ook volstrekt onlogisch. En natuurlijk, hè, zoals vaak gaat, niet om te veel me gelijk te willen krijgen, maar je ziet dat langzaam dat narratief opschuift. Dat mensen zeggen, oh, nou, misschien hebben toch anderen het gedaan. Seymour Hersh bijvoorbeeld heeft een heel lange reconstructie dat het misschien door de CIA zou zijn gedaan. Maar de heer Hoekstra heeft toen gezegd, toen dat werd opgeblazen en mensen in de heat of the moment, in de anti-Russische oorlogshitserij die we nu dagelijks meemaken, allemaal naar Rusland wezen, de daders moeten zeer ernstige consequenties voelen. De daders moeten zeer ernstige consequenties voelen. Dat is wat de minister van Buitenlandse Zaken, heer Hoekstra, toen zei. En mijn vraag is, heel simpel nu, los van speculaties over wie het dan misschien gedaan zou hebben, staat de minister nog steeds achter zijn uitspraak toen dat de daders van het opblazen van die Nord Stream pijplijn zeer zware consequenties moeten ervaren? Ja, voorzitter, toch nog eerst even. Ik heb gedacht, we laten, ik vond het, dat de heer de Baudet in zijn bijdrage het zicht op de realiteit zo'n eind kwijt was. Daar waar het gaat over de NAVO, daar waar het gaat over de Europese Unie, daar waar het gaat over de schuldvraag. En ik ben het met lang niet alles met de PVV eens, maar de heer Drone heeft natuurlijk volstrekt gelijk dat er hier maar bij één partij sprake is van agressie. Dat die partij honderdduizenden soldaten eerst heeft samengepakt aan de grens met Oekraïne en vervolgens het land gewoon heeft bezet. En al langer bezig is met een poging dat land van de kaart te vegen. Dat is de realiteit. En het spijt mij zeer te moeten constateren dat de heer Baudet, bijdrage na bijdrage, het zicht op die realiteit wel steeds verder verliest. En ik vind dat zeer ongelukkig. En ik vind ook de uitspraken zoals hij die net weer gedaan heeft, hij mag het over alles met het kabinet oneens zijn, maar vind ik echt zeer ongelukkig. En ook hoe hij zich daar uitlaat over de NAVO en de Europese Unie. Wat betreft de berichtgeving van vandaag in de media, daar kan ik, en daar hebben andere collega's uit het kabinet ook van gezegd, daar kunnen we per definitie niet op reageren, want we reageren nooit op inlichtingenberichten. In algemene zin staan alle eerdere publieke uitspraken van het kabinet, inclusief van mijzelf, die staan overeind. Dus ik kan concluderen dat de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Hoekstra, nog steeds vindt dat de actor die Nord Stream heeft opgeblazen, zeer zware consequenties zal moeten ervaren. Dat daar een zeer, zeer zware internationale reactie op moet komen. Voorzitter, ik laat de samenvatting. Citaat. Het woord is aan de heer Hoekstra. Voorzitter, ik zie dat de heer Baudet staat te trappelen van ongeduld, maar ik verwijs naar mijn vorige antwoord. Daarin heb ik een precies antwoord gegeven over de uitspraken die ik er eerder over gedaan heb. Ik geloof niet dat hij parafraseerde, maar volgens mij heb ik het net anders gezegd. Maar al die uitspraken die wij eerder gedaan hebben, die staan overeind. De heer Baudet, afrondend. Ja, dus om de minister gewoon goed te begrijpen. Dus wanneer duidelijk is wie of wat deze pijplijn heeft opgeblazen, dan zal de minister zich hard maken voor een zware strafmaatregel of sancties of een internationaal arrestatiebevel of allerlei mogelijke vormen van een zware internationale reactie. Begrijp ik dat goed? Is dat de richting van het beleid? Dus ongeacht wie het gedaan heeft, maar tegen de tijd dat we weten waar het vandaan komt, zal hij zich dan inspannen voor een zware reactie. Voorzitter, ik verwijs de heer Baudet nogmaals naar mijn vorige antwoord. Ja, dat is toch een beetje. Hier mag de voorzitter gewoon ook iets van zeggen. Hè? Want de voorzitter bewaakt de vergaderorde. Maar wat ik doe is gewoon, er wordt gedaan alsof het een soort politiek spel is. Maar is gewoon een serieuze, informatieve vraag naar de beleidsrichting. Als men een half jaar geleden zegt, nou ja, Dit kan niet zonder gevolgen blijven. Dit moet heel zwaar worden bestraft. Dit kan echt niet. Ik vraag, is dat nog steeds de beleidsrichting? Dan kan de minister toch ja of nee zeggen, meneer de voorzitter? Voorzitter, volgens mij is deze vraag nu gesteld. Maar ik heb net al aangegeven
En als u erop staat, dan gegeven de hoffelijkheid in dit huis, zal ik die vraag nogmaals beantwoorden. Ik heb net gezegd dat de regering grote bezwaren heeft tegen het betoog van de heer Baudet. En mijn overtuiging echt is, als ik er naar luister, en dat ook plaats in de trend van debatten, zoals het kabinet die gevoerd heeft met de heer Baudet, dat ik het zeer betreur, maar dat wat mij betreft de heer Baudet daar vooral mee laat zien dat hij het zicht op de realiteit stap voor stap verder verliest. Dat is één. Twee, dat over de berichten vandaag, en dat zeggen wij altijd in algemene zin, wij reageren nooit op inlichtingenberichten. Ik noem dat, heeft minister Ollongren ook gedaan, omdat dat altijd de modus operandi is van het kabinet. Dat is twee. En drie, en dat heb ik drie interrupties geleden ook gezegd, dat zowel ikzelf als het gehele kabinet staat voor de eerder gedane uitspraken.